om de absurdistische wereld van Kamagurka binnen te treden. Kamagurkistan moet je eerst de slagboom door, voorbij de grenzen van de ernst. En dan zie je passie en Mondriaan. De schreeuw van Munich, die kent u vast wel. Dit zijn de toehoorders. Ja, en dan mijn persoonlijke favoriet, de cubistische smurf. We noemen onszelf ook het meest Belgische museum van Nederland. België is eigenlijk vlakbij bij Noord-Brabant, dus waarom niet? En het is zomer, dus een mooie humoristische tentoonstelling is natuurlijk perfect voor de zomer. Wow, ik val omver, ja. Ja, het is raar, hè? Het is mooi, het is fascinerend. Ook voor mij is het dingen herontdekken eigenlijk, omdat ik veel van die tekeningen en zelfs schilderijen al lang weer vergeten was. En dan in een keer zie je dat terughangen in een heel nieuwe omgeving, in een fantastisch museum. Ja, dat is heel ontroerend ook. Hè? Ja, er zijn hier tekeningen bij van mijzelf toen ik 8 jaar oud was bijvoorbeeld. Het eerste tekeningetje wat allemaal weer begonnen is, dat ligt daar dan. En dan denk ik aan dat jongetje dat daar zo met zijn tong uit zijn mond Fred Flintstone probeerde te tekenen zonder dat er vlekken waren op zijn blad. Maar eigenlijk ben ik nog altijd met hetzelfde bezig. Aan het eind van de tentoonstelling vind je de Kama-robot. En die spuugt iedere dag de nieuwste Kamagurka-cartoon uit.